van de akkerbouw leren van de tuinbouw? Het grote voordeel van de tuinbouw is, wij denken per vierkante meter. Dus we kunnen heel nauwkeurig per vierkante meter bepalen wat er staat, wat de opbrengst is enzovoorts. En bijna elke plant op die vierkante meter kennen we. Een akkerbouw heeft een grote lap grond, kijk je lap grond dat is. Ja, en die kent niet elke aardappel die de grond in gestopt heeft. Maar een tomatenteler zou bijna elke plant herkennen die heeft staan. Er zit een afwijker tussen, dan weet hij dat. En die komt hij elke dag, elke week komt hij al een keer tegen. Dus het per vierkante meter denken kan dus helpen om groter te denken. Het probleem van aardappelteelt en van akkerbouw is Phytophthora. Dat is een verschrikkelijke ziekte die bijvoorbeeld in Ierland die hongersnood veroorzaakt heeft. En wil je nou voorkomen je Phytophthora, moet je dus minder vocht in je bedden hebben, in je rug hebben. Dus als je nou weet dat je, als je een vaste windrichting hebt, in sommige gebieden hebben dat in Nederland, en je hebt altijd zuidwestenwind, dan zou het wel slim kunnen zijn om je ruggen dus zuidwesten te positioneren. Dat dus meer door die rug heen gewaaid wordt. Drogen ze wat meer uit, dus misschien wat minder opbrengst, maar ook minder ziektes. Ik denk dat de vierkante meter werken, dat het zeker een heel belangrijk punt is. Dat proberen we natuurlijk ook al en vandaag de dag hebben we daar de technologie ook voor. En omdat we met precisielandbouw percelen in percelen kunnen gaan maken. En al die data van die kleine percelen ook binnen het perceel kunnen verstapelen. En ook plaatsspecifiek bemestingen en allerlei bestrijdingen kunnen gaan doen. Dus wat dat betreft kijken we al heel erg naar de tuinbouw en worden er wel dingen gekopieerd.